Met Roberto Duvier. Goedemorgen, Roberto. Goedemorgen. Zo, hoe gaat het met je? Ja, lekker druk. Ik ben net terug die dagen van de Leeuwarden Vrouwenbeurs. En vandaag weer training. Gewoon bij Aveda. Trainingcentrum met Paul Benjamin. Een topfishers is ook. Oké. Dus wat weer nieuwe trends spotten. En dat gaan we weer in de praktijk brengen natuurlijk. Oké, heel goed, heel goed. Hey, en wat heb je voor tips voor ons voor vandaag? Nou, we hebben inderdaad hele mooie tips. Zeker, we hebben er is een Botanical Genetics van Aveda. Het is een heel mooi zacht cremmetje. Als je dus een beetje opgezwollen ogen hebt, als je het cremmetje voor je make-up onder de ogen smeert, dan krijgt een hele mooie, gladde uitslag. En een beetje de vochtheid, dat gaat zich heel subtiel verdrijven. Het is echt heel mooi. Wordt gelijk heel... Hallo? Ja, hoor je me nog? Ja, ik hoor je weer. Ja, nee, ik moet even op een bepaalde manier blijven staan, want je valt een beetje weg. Maar goed, ik heb het meegekregen. Hey, tip 2 voor vandaag. Ja, tip 2 is, we zijn tegenwoordig van die pieperhaartjes. En dan kan je dus wenkbrauwen willen, hoop je vrouwen constant nog lekker vol hebben. Dus dat doe je eerst de mascara opbrengen. Daarna... Die fieberhaartjes ga je heel langs je wimperhaartjes. Dat betekent dat dus je wimpers vol worden. En dat is ook een trend. Dus tegenwoordig is het ook tegenwoordig voor de wenkbrauw heb je dus ook tegenwoordig extensions. Wat je hebt voor het haar, maar voor de ogen ook. Tegenwoordig voor de wenkbrauw. Dus, heel makkelijk. Dus op je wenkbrauw smeer en je krijgt weer volle wenkbrauwen. Oké, dus als je zegt van doe maar even een half metertje erbij, dan, dan lukt het wel. Ja, het gaat dus niet groeien, want je weet, sommigen die gaan het implanten, maar het is echt... Op het haartje. Okay. Dat is heel makkelijk. Heel mooi productje. En de laatste is, we hebben gezegd dat de zomer komt eraan. En we krijgen een mooie zacht zonlicht. Dus ik heb net van meer geleerd bij RV dat je met goud kan je prachtige kleuren zien op je ogen. Want elke vrouw kan goud op het bewegend ooglid opbrengen en rond het oog. En met mascara aanzetten, geloof me dames, je ogen krijgen echt een hele mooie twinkeling in het licht. Zeker als je bij kaarslicht, als je de mannen wil versieren. Heel winkelt even met je ogen en ze gaan helemaal plat voor je. Oké. Hey, dankjewel voor vandaag. Dankjewel. Ik spreek je volgende week met een hopelijk betere verbinding. Tot dan. Oké. Hoi. Hoi.